You kissed me. You noticed. You. This is not Los Angeles. What, people don't kiss in Greenleaf? Not at a intersection! Straks zie je bij Veronica dus My Own Private Idaho van Gus Van Sant. De regisseur die ook Good Will Hunting regisseerde. De hoofdrol in die film wordt gespeeld door Keanu Reeves, die je kent uit Speed. En River Phoenix, de steracteur die helaas zo jong overleden is. Ik heb River Phoenix vlak voor zijn dood ontmoet en ik heb hem leren kennen als een hele intelligente acteur die zich heel intens voorbereidde op zijn rollen. Zo woonde hij een paar weken in een homopark in San Francisco ter voorbereiding op deze rol in My Own Private Idaho. Hij schreef zelf ook een aantal dialogen in de film. Hij heeft gezegd vlak voor zijn dood dat hij hoopt dat My Own Private Idaho over 10 jaar bekeken kan worden als een film die gaat over vriendschap en dat het onderwerp homoseksualiteit eigenlijk ondergeschikt is. Nou, kijk zelf naar die film en heb je oordeel. Nog één vraag aan Tom Hanks. Dan heb je als heteroseksueel een homo gespeeld. Verandert dan je leven? Even though I should know better, I still found myself being surprised and tickled made hopeful by the discovery. Given hope by having the discovery that I have so much in common with a guy who is supposed to be so different from me. Oh, yeah, that's it. Hallo, ik ben Sjors. Ik kom uit Kleidorp, uit Friesland. En nu heb ik 2 tekenstations in Leeuwarden. Ik ben geen kapper, geen danser, geen verpleger. Ik werk al jaren met plezier op mijn tekenstations. Kom eens een keer langs in Leeuwarden. Veel plezier bij Veronica Roskamp. My Own Private Idaho, later dus bij Veronica vanavond. Maar het duurt niet meer zo lang, want we zijn eigenlijk alweer aan het einde gekomen van de eerste Veronica Goes Gay. Maar ja, wat is een gay avond zonder een songfestival medley? Mag ik uw welgemeende aandacht, dames en heren. Dit is Erik Logan Kortom. Don't close your heart to how you feel. Dream. Don't be afraid the dream's not real. Close your eyes. Pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do. And I know tonight could be all I have with you. From now on you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's build this memory. Not for the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word. Just hold me now. And I will know, though we're apart, we'll always be together. Forever in love. Now what do you say when words are not enough? Even een applaus, Mieke Steverding. Oh,
Dank jullie wel. Dit was Veronica Goes Gay, althans voor dit jaar. Hopelijk tot volgend jaar, of niet, Patty? Ik weet het zeker. Eén ding. Jullie hier in de zaal, nog niet naar huis. Want het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. En blijven. Tot volgend jaar, Veronica Goes Gay. Dank je. Jean. En dit is Nina. Dit is Magda. We zijn 5 jaar samen. En we zijn heel gelukkig. Straks de cultfilm My Own Private Idaho met Keanu Reeves en River Phoenix als twee schandknaapjes. Je komt altijd op dat moment van die vertwijfeling. Dat je het echt niet meer weet. Creëren betekent toch keuzes maken en ja, maar welke? Ik heb een ideetje. Een zonnebloem. Zo'n geweest, man. En dat creatieve proces, dat maak je soms helemaal gek. Dan neem ik een molentje of een hartje, weet je wel. Ja, ik kom er niet uit. Nou, ik vind deze wel leuk, pap. Jullie met die zonnebloem. Ja. Een roos of een beschuitje, tulpen of een fruitschaal. De mogelijkheden zijn te veel gewoon. Oh, adres. Woont ze nou? De post. Ah, mijn fanmail. Ja? Hey, dankjewel. Hey, van mij. Of jou. Nou, de pak post van mij, daar komt vliegtuig nu in. Van mijn vriendin. Die zingt, maar die kan niet zingen. Ja, ik denk aan jou. Ik zit hier voor het raam. Het regent, maar ik blijf je trouw. Oh ja, ik mis je zo. Oh ja, ik ja, Johan. Mis je zo. Sterk spullen, die visement, vriend. Nog steeds bezorgd over vlekken? Probeer dan vernieuwde Libresse Invisible. Door de nieuwe vorm kan het vocht in het midden naar binnen, waar het Effikat-laagje het vocht vasthoudt. Kijk. Niet doorgelekt. Geen vlekken. Dankzij Effikat. Met Libresse Invisible zeg je nee tegen vlekken. Je moet wel durven. Met je eigen krullenbol en chique bar binnengaan. En dan vragen. En voor mij, Arivella Light. Een beetje vreemd, maar wel lekker. Op 27 juli gaf de Dave Matthews Band een fantastisch concert in de Amsterdamse Melkweg. Dave Matthews wordt al jaren gekoesterd door Kink FM. En zijn nieuwe cd, Before These Crowded Streets, is dan ook een van onze favoriete albums van 1998. Het concert van de Dave Matthews Band werd opgenomen door Kink FM. En zal op woensdag 9 september vanaf 8 uur 's avonds in zijn geheel worden uitgezonden. Grijp het dus op je hand. Woensdag 9 september om 8 uur. Dave Matthews Band. Live op Kink FM. Kink FM is te beluisteren via alle kabelnetten van Nederland. Bel voor kabelfrequenties. 0900 300 1900 cent per minuut. Toch wel grappig dat het meteen zo klinkt? Ja, nou iets zegt. Zo'n blind date kan natuurlijk altijd tegenvallen, hè? Oeps. Hier, heb je een theedoek. Dubro, wat een beetje citroen al niet kan doen. I need to steal away. Celtic Mist. Laat je meevoeren met de overweldigende Ierse klanken van Lord of the Dance, Mary Black en The Chorus. Ontdek de wereld van Celtic Mist. Met Riverdance en Clannad. De cd Celtic Mist. Een ervaring. Dubro Citroen houdt ook uw sponsje en uw aanrecht lekker fris. Dat is wel zo hygiënisch. Mamma mia! Wat Dubro Citroen al niet kan doen.
Dit is Veronica. The Young One. Het restaurant krijgt zijn nieuwe stoelen, maar niet geleverd. En Frits wordt ontslagen. Hommeles dus in de Vlaamse pot, morgen. Buitenlandse toeristen moeten zeer waakzaam zijn als ze over straat lopen. Want als Erik Kortom ze te grazen neemt, zijn ze nog lang niet klaar. Have a nice day. En dan de eerste aflevering van de nieuwe dramaserie De Club. Over prostituees en hun leven vol liefde, haat, drama's en betaalde seks. Morgen lachen met de Vlaamse pot. Dubbel liggen met Have a nice day. Maar dan dramatiek bij De Club. Dat is morgen, maar vanavond hebben we nog een extraatje voor je. Staat dus niet in de gids aangegeven. En dan heb ik het over The Making of the Avengers. We kennen ze allemaal van vroeger. Emma Peel en John Steed. En nu, 30 jaar later, zijn ze weer terug te zien, maar nu op het witte doek. Met alle special effects van deze tijd. Met in de hoofdrollen Sean Connery, Ralph Fiennes en Uma Thurman. Maar we zijn nu toegekomen aan onze speelfilm van vanavond. En die mag er zijn. My Own Private Idaho. Met onder andere Keanu Reeves en River Phoenix in de hoofdrol. Het gaat over twee jonge mannelijke prostituees. Scott en Mike. De een is een jongen van de straat. De ander heeft zich bewust afgekeerd van zijn rijke familie. De twee krijgen na verloop van tijd een hechte relatie. Maar Mike wil weer op zoek naar zijn moeder. Ze blijkt naar Italië te zijn vertrokken. Deze film is geschikt bevonden voor 12 jaar en ouder.